Mensen verwachten altijd en overal toegang tot het internet. Dit is mogelijk geworden door cloud computing en het gebruik van mobiele apparaten. De netwerken die dit mogelijk maken, worden echter steeds complexer en moeilijker te beheren. Bij netwerken moet er onderscheid gemaakt worden tussen LAN en WAN. LAN staat voor Local Area Netwerk. Dit is het netwerk tussen de apparaten in een gebouw. Denk hierbij aan computers, printers, camera's. Of lokale fileservers. WAN staat voor Wide Area Network en gaat over de verbinding van het gebouw met het internet of een private verbinding. Zonder WAN is er dus geen mogelijkheid om verbinding te maken buiten het kantoor. Door de toenemende complexiteit van WAN-netwerken neemt ook de complexiteit toe van het configureren van de WAN-apparatuur. De laatste jaren is er een nieuwe ontwikkeling op het gebied van WAN-netwerken onder de naam SD-WAN. Het is een nieuwe generatie WAN waarbij de letters SD staan voor Software Defined. Om dit te snappen moet je eerst begrijpen dat een router uit een dataplane en een controlplane bestaat. Het dataplan zorgt voor het versturen van netwerkpakketten via de juiste verbinding en het controlplane berekent wat de juiste verbinding is en zorgt voor de aansturing van het dataplane. Het controlplein is dus de intelligentie van de router. Software Defined houdt in dat het controlplein zich niet meer op de router bevindt, maar centraal geregeld wordt in een zogenaamde orchestrator. Door het gebruik van de centraal beheerde orchestrator wordt het beheer minder complex. Is er meer intelligentie mogelijk? Ontstaat er meer flexibiliteit en verkrijgen we meer inzicht in het functioneren van het netwerk. Dit komt omdat alle losse vestigingen als één SD-WAN-netwerk gezien en beheerd kunnen worden. In een traditioneel WAN-netwerk zonder orchestrator wordt meestal het concept gebruikt waarbij al het verkeer van filialen door het hoofdkantoor loopt. Dit komt omdat het hoofdkantoor vaak services leverde aan de filialen. Met SD-WAN kunnen we dit concept loslaten. Services mogen wel vanuit het hoofdkantoor geleverd worden, maar steeds vaker zullen deze services vanuit de cloud komen met SD-WAN is deze cloud eenvoudig te koppelen. De toegenomen redundantie in combinatie met het gecentraliseerde beheer door de orchestrator levert SD-WAN een groot aantal voordelen op. Deze voordelen resulteren in een hogere beschikbaarheid van het netwerk. Dan rest natuurlijk de vraag: wat is de beste SD-WAN oplossing? Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden omdat SD-1 geen gestandardiseerd product is. Er bestaat dus geen leverancier met de beste oplossing. Er zijn wel vele leveranciers met hele goede oplossingen, maar niet iedere leverancier zal de beste keuze zijn bij de klambehoefte. Het is dus raadzaam om vanuit de klambehoefte op zoek te gaan naar de best passende leverancier.